Yo guys, Job hier, aka DutchTuber. Welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag staan wij op het punt om Camp Crystal Lake. Camp Crystal Lake heet het geloof ik, te betreden. En dat is de hometown van Jason Voorhees, oftewel vrijdag de 13e. Like de video als jij deel uitmaakt van het Like Army. En het Like Army bestaat alleen uit coole jongens, coole meiden, coole mannen, coole vrouwen. Dus doe een blauw duimpje omhoog. Jongens, we gaan beginnen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb dit nog niet eerder gespeeld. Het is een samenstelling van een map en een mod in één. En, nou goed, een map en een mod. Het is de bedoeling dat ik ga proberen om Jason Voorhees op te roepen. Mijn hand blijft zo doorgaan, want ik weet niet of dat een verstandig idee is. We gaan proberen om een seriemoordenaar op te roepen in Minecraft. Oh gosh, waar ben ik aan begonnen? Abonneer! Weet je wat? Abonneer binnen 10 seconden voor een gratis koekje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is je waarschijnlijk niet gelukt. En zowel is de abonneerknop van kleur veranderd. Let's go, jongens. Ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd. Dit is denk ik een... Hoorde ik nou een... Villager? Hallo? Wat? Rest in peace, Jason. Ik ga daar niet onder kijken. Hij gaat mij sowieso te grazen nemen als ik dat... Als ik dat doe. Is dat bloed? Geen idee. Oeh. Ik denk dat hier al heel lang niemand meer is geweest. Als ik de spinnenwebben moet geloven dan tenminste. Privé. Oké, als het privé is, dan laat ik het alsnog niet met rust. Oeh. Night vision? Nugget? Oh my gosh. Er zitten 2, 4, 6, 8 schedels in de kist. I'm out. Oké, ik hoor een villager. Ik hoor legit een villager. Hallo? Villager? Villager! Waar komt dat geluid vandaan? Wacht, nog één keer, kom op. Jongens. Auw. Ik heb denk ik iets gevonden wat ik niet had mogen vinden. Wacht, voordat ik hier naar boven ga, laat me eerst genoeg dirt verzamelen om wel weer weg te kunnen komen. Want ik weet namelijk niet of daar beneden een ladder is. Wat gebeurt er? We zijn nog geen... Wat zou het zijn? Anderhalve minuut in de map en er gebeuren al vreemde dingen? Hallo? Ah. Hey. Oh. Oké. Een mes? Een boek. Oké. Volg. Bloed. Volg. Gewoon. Alsjeblieft. Ja, dat is bewijsmateriaal. Weg ermee. Oké, wacht. Ik moet het bloed volgen. Klopt dat? Zeg ja als ik het bloed moet volgen. Zeg ja als ik het bloed moet... Hij zei ja. Hij zei ja, jongens. We moeten het bloed volgen. Ik heb hem... Is het niet heel erg dat ik hem alsnog gewoon laat zitten? Nou... Ik heb geen idee. Oké, maar dan is de vraag, welk bloed? Ik denk dat we het hebben gevonden. Jongens, Camp Crystal, laat ik eerst even beginnen met het verhaal over Jason voor zover ik het ken. Ik bedoel, ga het niet opzoeken, het is een horrorfilm, niet geschikt voor jullie leeftijd. Maar alsnog, het gaat over een man, een jongen die gepest is, uiteindelijk is overleden en het komt terug als een monster. Oké, zijn we allemaal bij de les? Heel simpel. Alright, ik zie dat... Wacht eens even. Wacht eens even. Zag ik dat nou goed? Het moet trouwens nacht blijven. Want als het namelijk geen nacht is, dan zou de mod namelijk niet kunnen werken. Dat heb je bijna met al die mods die een soort van monster serie moordenaars wiskunde leraren toevoegen. Het werkt alleen in de nacht. Oké, even. Oh my gosh. Never dat ik daar naar binnen ga, zou je zeggen. Maar ik doe het wel. Hallo? Is daar iemand? Oh my gosh. Zeg me niet dat ik denk wat daar op de voordeur staat het waar is. Voorhees. We hebben zojuist het graf van Jason gevonden. En nu vinden we het huis van hem. Nice. Oké, dat is totaal niet nice. Bewijsmateriaal, weg ermee. Ik zei weg ermee, dankjewel. Ik weet niet of we hier naar binnen moeten, jongens.
Ik weet legit niet of we wel zomaar naar binnen moeten lopen in het huis van Jason Voorhees. Ik denk dat dat alles behalve we gaan het doen. Oké, let's go. Jason? Jason? Ik ben er weer! Uh-oh. Nee! Ik haat het om vast te zitten. Zo, bam. Nice, oké. Oh my gosh, ik denk legit dat er hier al in geen jaren meer iemand is geweest. Het ziet er echt naar uit alsof spinnen het hebben overgenomen gewoon. Ik zie alleen maar spinnenwebben. Oké, wacht, laat me nadenken. Even kijken, ik zie hier een workbench. Ik zie hier... een trapped chest met een knop eronder. Jason, je denkt toch niet dat ik gestoord ben? Oké. Oh, oh, het bed van Jason? En een bed van Erika? Oh my gosh. Ik lig in het bed van Jason. Dat lijkt me alles behalve handig. Oké, luister. Ik durf deze kist niet open te maken, jongens. Het is een trap chest. Ik heb echt zo'n gevoel dat als ik hem openmaak, dat ik per direct in de problemen kom. We gaan hem openen. We hebben Jason's machette gevonden. We hebben het wapen van Jason gevonden. Dat is zo vet. Oh my gosh. En wat is dit? Place beneath chest. Oké. Dat betekent trouwens plaats onder de kist. Ik moest dus de button weghalen die er al stond. En ik moest de nieuwe button ervoor in de plek zetten. Heb ik überhaupt... Ik heb mijn opties op peaceful staan. Oké. Want meestal als ik namelijk een handle, een knop of iets anders moet omhalen, spant er iets. Dat heb ik geleerd uit het verleden van dit soort video's. Oké. Luister Jason, ik heb hier machette. Like, wat je... Oh my gosh, kijk hoe sterk die is. Ik zou de perfecte schoonmaker ermee kunnen worden. Gaan we het doen? We gaan het gewoon doen. Gaan we het doen? Gaan we het echt doen? Ja, we gaan het doen. 3, 2, 1. Was dat het? Was dat het? Jason? Mijn hart gaat echt 3 keer sneller op dit moment, hè. Jason? Meneer Voorhees? Dit is echt niet nice. Meneer Voorhees? Oh, misschien is die... Oh. Oeh, ik schrok al. Ze hebben een standbeeld van hem neergezet. Oh, oh! Nee, oh! Het is geen standbeeld! Ah, dat er! Oh, 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 oh! Jongens, jongens, hij is zo snel, hij is zo snel, hij is zo snel, hij is zo snel. Jongens, jongens, jongens. Ik moet naar binnen. Nee, er zit er geen deur op, er zit er geen deur op. Luister, klaar. Ik ga hem pakken ook. Ik ga hem nu pakken ook. Waar is die? Waar is die? Ik moet hem in de lava proberen te lokken, denk ik. Oh my gosh. Dat is legit een van de engste dingen die ik ooit heb meegemaakt. Welke kant rende ik op? Ik weet het niet eens meer. Oh, dat is een van de allerengste dingen die ik ooit heb meegemaakt. En het enge is, jongens, hij loopt hier gewoon nog ergens rond op dit moment. Jason? Luister, ik kom in vrede. Ik weet niet wat er met je is gebeurd, maar je ziet er niet vrolijk uit. Ik denk dat hij hier ergens was, of niet? Ja, het was daar. Of niet, was het daar? Ik durf het... Ja, 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 het was daar. Het was daar, het was daar, het was daar. Oh, hij loopt hier nu ergens. Ik ben zo bang. Hij staat daar. 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 Oh gosh, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Hij teespa. Hij teleporteerde. Hij teleporteerde. Hij teleporteerde. Hij heeft zijn machette laten vallen. Jason? Ik ga mezelf opsluiten. Ik ga mezelf direct opsluiten. Ik ga mezelf direct opsluiten. Ik ga mezelf direct opsluiten. Snel, 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 snel. Hij is hier ergens, jongens. Hij is hier legit ergens. Snel, snel, snel. Was, ja. Oké. Luister. Nee, wacht even. Dit is niet goed genoeg, man. Oké, alright. Ja, 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 ja. Chill. Ik ga slapen en ik zorg ervoor dat het weer dag... Nee, nee, nee. Dat mag niet, want dan... Luister, jongens. Ik ga het volgende met jullie afspreken. Als wij voldoende blauwe duimpjes omhoog halen op deze video, dan keer ik terug naar Crystal Lake. Camp Crystal Lake. Om Jason te vinden en hem te wreken voor wat hij mij zojuist heeft aangedaan.
bij genoeg likes. Like Army, show yourself. Bedankt voor het kijken. Ik ben nog nooit zo geschrokken. Ik heb even mijn rust nodig. Tot de volgende keer. Adios. Nu ga ik wel echt slapen.